just what they just strut. What the fuck? But if you close your eyes. Hele goedemorgen allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik ben super moe. Het was gisteren had ik een feestje van mijn school, mijn allerlaatste feestje, schoolfeest. En in de unie, het was super gezellig. Ik heb het echt naar mijn zin gehad, lekker afgesloten met al mijn vrienden. En het is nu tijd om op te staan, nou eigenlijk niet. Ik ga zo meteen eerst heel mijn kamer opruimen. Ik ga het jullie niet laten zien, want het is best wel een troep. Dus dat ga ik opruimen. Dan moet ik ook nog de vlog editen van de bodyguard en het schoolfeest. Op schoolfeest heb ik heel weinig gevlogd, maar wel op Snapchat. Dus dat ga ik even allemaal hebben komen ingeplakt. Sorry. En ik ga eerst mijn kamer opruimen met de nieuwe single van Maan. Dus let's go. Inmiddels is het weer een paar uur verder. Voordat ik het laatst heb gevlogd, ik heb net twee afleveringen gekeken van De Vierling. En ook daarvoor hebben we iets met Murder gekeken op Netflix. Was super gezellig. Ik heb straks een verjaardag van K. Die viert vandaag zijn verjaardag voor familie. Dus heel de familie komt vanavond. Mijn tante en mijn oom die zijn er al. Die blijven hier ook gezellig eten. Dit is mijn outfit. Deze trui van Justin Bieber die heb ik nog kunnen scoren. In de sale voor maar 7 euro. En ik weet dat ik heb genoeg sweaters. Maar ik zag deze. Ik moest deze echt hebben. Deze wit. Dan deze spijkerbroek. En dan met mijn fans eronder. Ik ga nu even naar beneden. Want ik heb de vorige video die jullie hebben gezien. Is de vlog van de bodyguard. En die moet ik nog bewerken. Want die moet dinsdag online. En die wil ik wel voor op tijd geëdit hebben. Ik hou echt van deze koptelefoon, dus I love it. Ja, ik ga nu naar beneden om te editen. En dan zie ik jullie misschien zo. Denk het wel. Ja, zometeen, ik vlog zometeen nog wel verder. Dus tot... Okay, ik ga nu beginnen met de edit van de vlog. Die jullie een paar dagen geleden hebben gezien. Ik weet niet wanneer, whatsoever. Maar die ga ik nu editen. Dus daar ga ik. De vlog is gemonteerd. En buiten is het feestje aan de gang van mijn stiefvader. En daar ga ik nu even heen. En dan ga ik daar niet vloggen of zo. Ik maak wel misschien shots van het eten. Maar meer niet. Dus we gaan nu richting buiten. Kijk, allemaal vlekjes en zo. Dus let's go. Jullie gaan mee. Goedemorgen. Leuk dat jullie nog steeds kijken naar deze vlog. Het is vandaag maandag en ik ga zo meteen met mijn moeder naar Rataplan in Zoetermeer. Dus dat is een heel groot tweedehands, ja, megastore eigenlijk, waar je allemaal dingen kan doen. En dan gaan we even de kleding naartoe brengen die van het weekend hebben uitgezocht. Iedereen heeft wat dingetje uitgezocht en die gaan we daar nu naartoe brengen. Ik ga me zo meteen even omkleden. Ik denk dat ik gewoon weer lekker met Justin Bieber trui ga doen, want ik hou van die trui. Zwarte broek en dan fans of zo. Maar jullie zien het zo meteen. Lekker lange uitleg. En ik heb net ook de vlog gekeken van Jamie Lee met mijn moeder. En dan ga ik jullie vandaag weer meenemen. Echt raar, want het is de vlog van zaterdag en maandag. Zo'n gisteren ben ik helemaal vergeten te vloggen. Ik ben heel de tijd bezig geweest met mijn kamer. Opruimen en ik wil het nog wel een beetje gezellig maken. En ik wil even kijken voor een plantje. Maar dat later. Dit is zeg maar een bed. Zo. Nou, zo ziet het dus mijn kamer er nu uit. Kijk, oké, ik ga jullie het nu laten zien. Dat vind ik wel leuk. Het is nog niet af. Oké, dit is een kast met kleding. Ik heb op dit moment veel dragen. Hier weer een kussen. Daar stof, maar dat moet nog stofzuigen. Hier een soort van ja, kastje met beauty, met doos van fans, portemonnee, wat tijdschriften, een boek en dit hele leuke fotolijstje die ik toen met Tim, Aaron, Jamira en Ines heb gemaakt in de Efteling. Een pet, een stoel van de drie graafjes. En hier is mijn bed met tv. Het is nog niet helemaal mooi zo, maar ik bedoel... Voor nu is het wel oké. En daar het bord van Tipi. En dit is dan zeg maar een soort van kamertje. En
Dit ga ik ook helemaal doen. En dit ook. Dus opruimen. Oké, inmiddels ben ik omgekleed. Dit is wat ik draag. Deze trui, The Purpose, oh, The World Tour van Justin Bieber bij H&M. Superleuk. Deze broek komt van de Bershka. Schoenen van Vans. Dit is mijn look. En ik ga er nu vandoor met mijn moeder naar Rataplan. We zijn dus net bij Rataplan geweest. We gaan nu naar de Albert Heijn. We gaan met de cabrio rijden. Ik ga nu even lekker instappen. En dan gaan we naar de Albert Heijn. Let's get started. Woo! Kaasvlees, cola, eten. Inmiddels is het alweer een paar uur later. Het is nu rond 7:30. Dus ik krijg best wel vaak de vraag van... Goh, James, wat is jouw favoriete muziek op dit moment? Dus dat wil ik jullie laten horen. Dus bij deze ga ik mijn favoriete muziek aan jullie laten horen. Ik weet dat ik deze opmerking ga krijgen. Want Bradley van het kanaal Bradley Bravard heeft zeg maar ook één keer per... paar maanden of zo heeft hij, hey luister dit eens. Hier is het een beetje op geïnspireerd. Ik deel gewoon mijn favoriete muziek met jullie. Omdat er heel veel mensen om vroegen via mijn social media en via de mail. En van goh, hey, hoe heet het liedje? En dat laat ik jullie nu gewoon lekker horen. Dus zijn jullie klaar voor mijn favoriete muziek? Dan gaan we nu beginnen. Dus, ik heb lekker gedanst op mijn favoriete muziek. Ik hoop dat jullie er nieuwe inspiratieliedjes vandaan hebben gehaald. Ik vond ze echt heel erg leuk. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe alvast die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet me niet te volgen op social media. Op Twitter, Instagram en Snapchat. Ze allemaal in de beschrijving staan. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Tot de volgende vlog. Doei doei!